Vorig jaar volgde kiosk het CGS Racing Team uit Ronsen tijdens de 24 uur voor twee pk's in Spa-Francorchamps. Ze deden toen een gooi naar de leidersplaats bij de verbeterde twee pk's, waar ze het jaar daarvoor tweede werden. Zowat de hele rit was in de regen, maar dat was geen nadeel. In ons geval niet, wij hebben altijd goede resultaten gedaan met de regen, dus op regen. En wat mij betreft persoonlijk heb ik daar geen probleem mee. We hebben daar een goede wagens goed ingesteld voor de regen. Enkele ronden in de wedstrijd kreeg het team een serieuze opdoffer te verwerken die een hypotheek zette op de race. Ze moesten toen de motor vervangen en dat ging vlot, maar het leverde ze 10 strafronden op. Ondanks dat zetten ze de beste rondetijd neer, eindigden ze 25e in het algemeen klassement en als 5e in hun klasse bij de verbeterde 2 pk's. Dit najaar zullen ze opnieuw de 24 uren van Spa-Francorchamps rijden. Dit keer niet met een verbeterde 2 pk-motor, maar met een aangepaste motor van een Citroën Visa, waardoor ze zullen rijden in de klasse van de prototypes. De blok is veel beter, omdat het is een recentere blok, zullen we zeggen. Dus de koeling is beter, dus daar hadden we ook veel problemen met koeling en warmtewisseling en zo. Dus de Visa-blok is veel beter gemaakt geweest voor warmte. Dus daarmee, normaal gezien, uitgelanger met je blok uit dan vorig jaar dat we die problemen gehad hebben. De motor werd met brandstofinjectie en die kunnen ze regelen vanuit de cockpit. Er moest dus een en ander worden aangepast. Met dat we nu met een proto-motor rijden, werken we nu met hoge druk benzinepompen. Dus dat zijn pompen meer, reservepompen meer, dus dat zijn bedieningen meer ook. Dus daarmee hebben we wat knopjes meer. En dan hebben we de injectiemodule. En die moeten we dan kunnen instellen al rijdend. Dus het is daarmee dat die hier ook wel op een goede plaats staat om dan met een kleine schroevendraaier, zullen we zeggen, dat we die kunnen instellen. De wagen en het racingteam ondergaan een grondige test dit weekend tijdens de 24 uur race voor 2 pk's in Snetterton, Engeland. Mijn ervaring vorig jaar als piloot daar in een Engelse team was zodanig schitterend dat ik direct heb gezegd na de aankomst van hier kom ik terug. Oké, goed. Je gaat ook terug, maar niet alleen, niet met één wagen. Er gaat nog een team mee. Inderdaad, hier in de regio is dus een nieuw team ontstaan. En wij gaan proberen die mensen te helpen. Als je van nul begint, is een team die denk ik 7, 8 jaar ervaring heeft, altijd een plus. Hadden wij dat kunnen hebben 7, 8 jaar geleden, waren wij tevreden geweest. Dus vandaar. Het 2 pk Wet Dream Racing Team heeft piloten uit Heerhuisbergen, uit Lessen en uit Brakel. Wat zijn hun verwachtingen voor het weekend? Uitrijden en veel plezier hebben. Dat is het belangrijkste. Met een wagen heel huids terugkomen. Ja, want het is, als je de filmpjes bekijkt op het internet van die Engelsmannen, het zijn halve zotten, bij manier van spreken. En ja, we zullen zien hoe dat ze daar tekeer gaan. We volgen beide teams op de voet tijdens de 24 uur race in Snetterton. Volgende week krijg je het verslag, maar u kan de wedstrijd ook live volgen via onderstaande link.